It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Chesto en vandaag spelen Call of Duty Black Ops 2. We gaan Team Deathmatch spelen. En ik heb nu een ziek, maar ook echt een ziek nieuwe class natuurlijk van Sam gekregen. Oftewel Axel op kanaal. Dit is de class. Je ziet hem niet helemaal in beeld, maar mijn facecam ervoor zit. Maar het gaat om die Fast Mac. Want we gingen dit weekend op Nuketown. Als we Nuketown kregen bijvoorbeeld, of Hijack gewoon. Gingen we voor die nucleairs. En ik heb er dit weekend gewoon 4 of 5 gehaald gewoon. Door middel van deze class. Want er zit Fast Mac op. Wat inhoudt dat als je een enemy killt. Zoals je nu ziet. Oeh, gelijk weer door kan schieten. Omdat je zo snel... Ah, kut in mijn rug. Omdat je zo snel kan reloaden. Maar... Het enige nadeel daarvan is dat je ziek... Maar dan ook echt ziek snel je ammo gewoon... Opschiet. Dus je moet echt opletten wat je ammo doet. Maar... Wij gaan natuurlijk kijken wat we daarmee kunnen gaan doen. Laat in ieder geval je blauw duimpje omhoog achter. Kut, ik stil vast tegen een container. Maar, laat natuurlijk je blauw duimpje omhoog achter als je deze video natuurlijk leuk vindt. Kijken of we weer de 40 likes kunnen halen natuurlijk. Oh, lekker teammate. Maar zoals jullie zien zit mijn logo ook op mijn wapen. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Ja jongens, lekker teammate heeft een counter UAV. Die gaat de enemy er nu uitschieten. Maar dat laat niet gebeuren. Ik heb nu ook een UAV, dus kunnen wij zien waar de enemies lopen natuurlijk. Ze zitten allemaal hier binnen. Hostiles have destroyed your UAV. Counter UAV'tje erin. UAV awaiting orders. Counter UAV inbound. Nadeel dat ze hun nou bij Schwammer daar spannen. Maar ik weet niet van waar ze gaan achter me spannen. Let maar op. Zit hier beneden. Kut. Ik span het dus op C, is dat Domination C. Zit daar dus een sniper, dat weet ik. Mijn rug ook. Ik ben gewoon voorbij hem gelopen. Wow. Kom, zit hier boven ook nog één? Sniper down. I'm dry. Als het goed is, heb ik bijna mijn orb te vies zet. Kill confirmed. Oh my god! Ja, vieze. Oh, ik ga dood. Ja! Holy shit! Ik heb wel mijn vieze binnen, dus ze kunnen gewoon lekker zien waar de enemies nu precies. Maar dan ook echt precies lopen. Kijk, en hier was ik fast met chill, maar. Ik was hier dus al ten dode opgeschreven. Maar. Oké, teammate loopt gewoon. Laat gewoon de enemy. Teammate! Ah, teammate is AFK. Oké. Ik dacht dat misschien zit te campen, maar. Dat was niet het geval. Mijn aim is wel lekker vandaag hoor. Dat is geen grapje. Er zit één in Swarma. Er zit één top blue. Nog doorpushen dat hij niet ziet. Nee! Ik dacht ik ga het gewoon even riskeren. Wie weet dat hij me ziet. 19 om 6. Dan is je vies het alweer weg. Shit. Ik hoorde jou, jongen. Kijk, nu zijn de ronden omgedraaid. Nu zijn wij gecounterd. Dan hebben ze dadelijk ook een oortel. Let maar op. Maar we staan wel voor. Deze enemies zitten wat campen in blue, man. Even kijken hoe goed is die weet. Mover. Almost complete. Don't wait now.
got a kill. Even hier omhoog klimmen. Kill confirmed. Oh shit, die had ik nog niet gezien. Ik zag hem pas toen hij ging bewegen. Maar we hebben dit potje sowieso gewonnen, dat zie je ook wel. Best wel relaxed potjes eigenlijk. Wel hits, maar... Ah, assist. Zit hier een nog beneden. En dan heb ik de final kill cam. Jongens, dit is de clash. Als je wil overnemen, moet je even de video terugspoelen natuurlijk om alles te kunnen overnemen. Maar, dit was natuurlijk de video voor vandaag. Ik heb de final kill cam. De eindscore is 24-8 natuurlijk. En mijn kill dead is gewoon een 3-kill dead. Dat is gewoon natuurlijk super hard, maar ook super goed. Dus, mocht deze video leuk hebben gevonden, laat dan je blauwe duimpje omhoog achter. En dan hoop ik jullie ook te gezien bij de video van morgen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters!